Bom. Gevoelsmatig heb je wel door wat er loopt. En ik had dat gevoel Met mijn zus en zwager.
jullie van punten? Van punten, de bagage wordt afgegeven. Oh, ja. We hadden het in Lozen vorig jaar ook gesteld. Die kwam uit Zand vandaan. En die bagage van Martin. Ook een beetje positief. Weet je dan wel, hè? Kijk, als je niet zegt, ik zat nooit zo dagelijks meer op de fiets. Ik heb daar niet zo lang meer onderhouden. Man, ik heb een hele rijden. Nou moet je er echt alle dagen voor fietsen. Ja, en ik heb op een gegeven moment zo'n zonnepijn. Ja. Dan kan ik niet wel eens. Nou, dat valt wel mee. 60 is de macht. Ja, die 100 op een dag, dat heb ik 10 jaar geleden gedaan. Zodat iemand van de fiets is. Dat is het. Ik fietste toen alle dagen. Omdat ik een mannetje vroeger, die zit gestorven weer. Dan bracht ik naar de Schellandbos, Eindhoven, Groningen, diverse plaatsen. Een fietsje achterop. Is het weer zo'n fiets? Een fietsje achterop en hij zat achterin met zijn laptop. Dan had hij een rendabel tijd voor de reisje. Die maakte hij rendabel met een fiets. Dat was de achterliggende gedachte. En dan zette hij bij het ziekenhuis aan, bij het ziekenhuis, want het was. Dat was ten behoeve van het ziekenhuisprogramma. Ja, en zette ik hem daar af en spraken we de tijd af. En dan was ik met de fietsier nog even bezig. En dan maakte ik hem altijd steef was. Dat alle dagen weer. Ja, dan ben je in zadelpark meer. Nee, dan heb je helemaal nergens. Dan was je ook in taal. Ik ben nou ook nog als ik naar die fiets kijk waar je van. Nou, dat is een flauwe keur, maar de condities zijn wel heel gauw. Ja, ik merk het nu wel. Ja, dat is niet waar. De condities heel gauw, als je dat niet bij je houdt, dan is dat heel gauw. Dat is net zo wat hardlopen. Ik heb natuurlijk 5 keer in de week. Dat was wel een beetje gezicht. Dan liep bijvoorbeeld een week of 10 dagen niet. En dan begon je weer. Nou, ja, natuurlijk. Dan moet je erbij houden. Als je bijhoudt, dan oké, dat makkelijk aan. Ja. En dan doe je een week al niks meer, dan zie je je conditie al bij de knop. Dan merk ik dat gelijk. Ja, want wij trainen al heel intensief. Ik liep al een paar maanden aan, ik al dus 26 uur. En ik denk dat je hier dan moet hier voorbij houden. Dit is wel een wil opleggen. Maar ik denk wel dat je hier wel lekker wat moet.
als je een beetje conditie hebt. Ben je lukt het allemaal, jongen? Ja, dit. Ah, dat ah, ja, ik denk weer. Ah, dat gaat wel langs het scherm. Oh, centimeter. Ik dacht Ja, je doet het zelf.
Kijk je weet. Ja. Ken je die film Martijn? Niet de Fokkers. Die deed dat ook. Oh ja? Ja, dat, die had ook zo'n hond die. En die ging ook op een speelgoed af. En als een tieren hier ook. Dat weet je wel. Alleen komt er met niet de Fokkers. Maar die hond is al op een kap af, hè? En dan. Nou, dat met mijn zoon in Nieuw-Zeeland was. We waren op een heel afgelegen, op het Zuidereiland, helemaal op een afgelegen boerderij. En bij een jonge Filip op het land mocht ik wel. Ben jij al even geweest? Moest je erin kijken? Dat was eigenlijk heel erg. Yeah.
Ja, dat is wel. Dankjewel.
plaatjes, hè? Dit zijn vier minuten. Dat is niet goed voor je. Je hebt een prachtig bril. Ik dacht aan mijn voorgaande stand, 40 deze. Oh! Die was veel te slag. En deze was ook. Dan wordt deze veel te slag. Hier, een gooitje, hoe boos heb je? Je neemt altijd wat mee. Oh, 50? Maar het maakt niet uit. Is het voor jou of is het voor mij? Oh, ik kom wel even. Oh, koop hem dan. Ja, is voor mij. Ik pak hem met de 10. Pak ik hem met de 10? Nee, jij pak hem met de 10. Ja, volgens mij. Ja, ik had hem hier. Maar het maakt niet uit. Wacht even, 50 hè? Was het, hè? Nee, 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 ik was een boer en ik heb een Nee, die 50 had je anders niet gehad. Nee, je had je anders niet gehad. Nee. Want dan had je haast erop gegooid. Maar ja. Oké, 65, waar hang je hier dan? Nou. Is hij 97, 70. Hier is 107. Kijk, Dirk. Oh,
Ik weet niet meer.
Martijn, en nu? Schoppen. Heel fijn. Ja, dat vind ik. Oh jee. Dat is jouw weinig. Dat is
is dit nou weer, Peter? Ja, die is goed. Toen we naar elkaar getrokken, en Klaas is bang dat hij die keuze is. Ja, ik schrik. Ben je schrikker? Ja, dat is het. Ben je schrikker? Dat moet je niet doen. Oh, die maak je wel. Je mag zo weer. Ja, dat ga je niet. Ja, kom op. Ja, ja.
Ja, maar hij wil niet lukken, hè? Ja, hij wil niet lukken. Nou, ik ben al lang niet overleden, hoor. Nee, dat is twee keer van een heet. Dat is alles. Ja. Goh. Ah, we zijn er nog niet afgespeeld. Maar soms Henk en Kees de Vries. Want Peter op de kelder is nog bezig. Ja, maar dat is ook. Ja, Henk en Kees de Vries. Hoe is het nou in godsnaam mogelijk? Nou, dat is niet zo mooi, dat is niet zo moeilijk.